Nou, waar zit ik nu weer? Ik zit in het Jopie Huisman Museum. Ik heb afgesproken met Peter Miedema. En Peter Miedema is de directeur van dit mooie museum. En dat is hij natuurlijk niet alleen. Ik ga hem vragen naar nou ja, nog veel meer dingen. En ik geloof dat hij er zo meteen aankomt. Nou, daar zou je hem net hebben. Hey! Hey. Hallo! Hey, hoe is het? Hi! Nou, heel goed en met Mooi. jou? Nou, heel goed. Nou, wat leuk om jou eventjes te spreken. Welkom in het Jopie Huisman Museum. In het Jopie Huisman Ja. Museum. Het is natuurlijk niet zo dat jij alleen maar Jopie Huisman Museumdirecteur bent. Nee. En ik ben benieuwd wat jij nog meer doet. Ja, Zo. ik ben ook opa en ik ben vader en ik ben Nou, kijk nou zeg. muzikant en ik Hey. schrijf graag. Hey. Maar ik moet je wel zeggen dat het museum mij wel enorm inspireert. Ja. En ik zei Want laatst, dacht hoe ik, ben had 20 jaar eerder moeten doen. jij 20 jaar Ja, eerder? bij wijze van spreken. Oh. Aan de andere kant Ja. combineer ik nu ook dingen die ik in mijn leven heb gedaan in dit museum, waardoor ook zaken gewoon heel mooi samenkomen. Ja, hoe lang ben jij hier nu al? Vanaf 2019. Vanaf 19. Ja, Hoe kom jij hier terecht? Hoe vindt het museum jou eigenlijk? nou, ik ken het museum al. Ik kwam er veel met mijn ouders en schoonouders. Ja. Nou, en toen zochten ze een directeur en toen had Ja. ik al wat connecties en zo hier. Ja. En uiteindelijk hebben ze mij gekozen En en Roy en... vroegen ze niet of jij al eerder museumdirecteur Nee, ervaring hebt want gehad? dit is het Jopie Huisman Museum. En Jopie deed alles anders. Jopie deed alles anders en dat is eigenlijk ook zo gebleven. Dus we hebben een hele Ja. andere... We worden niet gesubsidieerd. We zijn eigenlijk gewoon best wel commercieel. Aan de andere kant ook weer heel begaan met de erfenis van Jopie. En Ja, vol respect, hè? Dat vol is wel respect. En maar wat ook jullie gewoon allemaal. om zijn denken en leven in stand te houden. Ja. Maar we doen ook echt alles anders, een beetje anders dan andere musea. We zijn wat commerciëler. We zijn, Ja. we storen ons ook niet aan zaken die in de museale wereld zal horen. We doen het op onze eigen manier. Ja. En dat is gewoon heel erg prettig. En nou, daarom hebben ze mij denk ik ook gekozen. En we zijn meteen Ja. van begin af aan hier ook allerlei dingen gaan aanpassen, Ja. aanpakken. En meer vanuit een soort intuïtief gevoel dan dat je per se iets doet omdat het zo hoort. Ja. En dat doen we nog steeds. Ja. En dat is het leuke van dit museum en dat past ook heel erg bij mij als mens. Ja, het Dat je gewoon sluit ook, aan op jouw manier ja, van en dat je ook denken dingen en anders doen. doet dan, Ja. en ook gewoon keuzes maakt die niet voor de hand liggen Ja. en ook dat je je ook niet zo stoort aan wat je altijd hebt gedaan, Ja. want nou, je kan het ook op een andere manier aanpakken en ga uitdagingen zoeken. En Ja. dat heb ik mijn hele leven gedaan en dat doen we hier nog steeds. Heb jij hier een favoriet of een favoriete plek, een hoek of een werk? Ja. Dat is een lastige vraag natuurlijk, want Nou, er hangt ontzettend toevallig, veel, maar is er dit is iets? niet geregisseerd, maar toevallig Ja. lopen we hier wel in een hoek die ik heel kenmerkend vind voor Jopie. Dit is Ja. het kabinet van de natuur. Dat Ja. kan je ook zien aan de werken. We hebben het museum verdeeld in drie thema's: duurzaamheid, mededogen en dit is natuur. Ja. En hier hangen werken die ik heel kenmerkend vind voor het denken van Jopie. Dit zijn werken, deze vier werken zijn in de nacht geschilderd. Ja. En vaak worden kunstenaars afgemeten aan de manier waarop zij met licht werken. Nou ja, je kent ze allemaal wel, Ja. schilderijen dat Ja. licht heel mooi van de zijkant komt. En wat doet Jopie? Die gaat nachtschilderijen maken. Bijvoorbeeld dit schilderijtje, dit kleine schilderijtje, zie je de contouren van een huis waar net nog een lichtje brandt en het lichtje dat weerspiegelt in het water. Heel bijzonder. Overigens het favoriete werk van onze expositiesamensteller. En dit zijn hele knappe pentekeningetjes waar je bijna moet kijken zoals je het ook in het donker kijkt. Om te zien wat hij eigenlijk bedoelt. Zoals je ook in het donker kijkt. Je loopt ergens en je denkt, hé, wat zie ik nou eigenlijk? Want het is donker. En zo zijn deze schilderijtjes ook opgebouwd. Je gaat er naartoe en je knijpt je ogen een beetje samen. Wat Precies. ziet dat goed? Ja. Ja, dat is En het. Pepi, dat is de zoon van Jopie, die is 2 jaar geleden jammer genoeg overleden, die zat bij ons in bestuur. Als hij hier stond, zei hij, ik hoor nog het geluid van mijn vader dat hij aan het krassen was. Dat hij eigenlijk heel intuïtief en heel op gevoel eigenlijk die krasjes met die pennen aan het maken is. Dus dit zijn eigenlijk mijn, ja heel stom, je zou veronderstellen dat het die realistische werken zijn waar Jopie zo door bekend is geworden. Maar dit is mijn favoriete hoekje. En daar hoort Ja, deze ook bij. Dit is ook ja. een heel bekend werk van Jopie, een zelfportret. Ja. Dat hij aan het palingvis is. Een hele karakteristieke silhouet. Wat zo bij Jopie hoort. Ja. En dit zie je overal in het museum. Dit zijn podcatchers. Hier activeer je een geluidsfragment.
En je hoort je Joopje zelf vertellen over dit werk. En dat je krijgt een dingetje mee. Je krijgt een apparaatje mee als je hier binnenkomt. En als die kleine schoentjes erbij staan, dan is het ook geschikt voor kinderen. Dan is het een kinderaudiotour. We hebben een speciaal door een kindertheater uit Eilst hebben we een kinderaudiotour laten maken. En speciaal voor kinderen hoor je dan ook, nou ja, de achtergronden van het schilderij. Mooi. In combinatie met een werkboek maakt het ook dat we gewoon heel toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor de jongere museumbezoekers. Mooi. Ja. We staan hier een beetje in een natuurhoek, je zei het al, hè? En is dat ook natuur wat jou eigenlijk ook wel aantrekt? Ja, buiten, ik woon in Eilst. Het is ook midden in het Friese Merengebied. Ja, ja. Varen, wandelen met mijn hond. Kom je uit Eilst? Nee, ik ben geboren in Harlingen. Ik ben opgegroeid gedeeltelijk in Leeuwarden en gedeeltelijk op de Schelling. De Schelling? De laatste 35 jaar heb ik op de Schelling gewoond. Nou, daar zeg je natuurlijk ook als je het over natuur hebt. Natuur buiten. Ja. En daar hangt ook een waddenwerkje van Joopie. Joopie was niet zo heel veel op de Waddeneilanden. Maar dit is een werkje wat hij op Texel heeft gemaakt. Nee, ik heb de laatste 35 jaar op de Schelling gewoond, dat klopt. Ja, ja. Het is een Texelse, het heeft ook Texel gemaakt. Ja. Ja, mooi. Ja. Weer zo'n heel karakteristiek beeld van de duinen en bos en een zandpad. Je had het over muzikant. Ja, klopt. Ben je een muzikant? Nou ja. Niet zo bescheiden misschien. Amateurmuzikant. We hebben samen met mijn vrouw hebben we een bandje. Saxofonist waar we al 35 jaar mee samenspelen. Die komt er van de Schelling, komt elke week over om te repeteren. En daarnaast nog een aantal muzikanten hier uit de buurt. Eentje komt uit Lemmer, dat is Gijs, dat is onze drummer. En Martin komt uit Pinium. En we hebben een heel leuk bandje. We spelen lichte jazz, vocale jazz. Een beetje in de hoek van, laat ik zeggen, Diana Krall. Ik zeg altijd, we spelen Can You Fly Me To The Moon. Als iemand zegt, ja, Can Fly Me To The Moon. Nou, dat is ongeveer ons repertoire. Mooi. Een heel fijn bandje. En jouw vrouw zingt? Die zingt, ja. Een heel fijn bandje. Het heet CC. En naar de voorletters van mijn vrouw, Cecilia Catharina. Ja. En we treden veel op, hier ook in de buurt wel en zo. En, mooi, bijzonder. De Schelling. En, heerlijk om te doen. Een leuke hobby. Repeteren ook? We repeteren elke week. Ja, elke week? Elke week. Heel trouw. Ja, komt onze saxofonist over van de Schelling. Leuk. En dan gaan we spelen. En het is een heerlijke uitlaatklep om het drukke bestaan een beetje te ontlopen. Ja? Ja? Wat is jouw achtergrond eigenlijk? Die is heel diverse. Je hebt over heel lang geleden, bijvoorbeeld een studierichting. Ja, ik heb in Leeuwarden gewoond. Toen heb ik de PA gedaan, dat is de voorloper van de PABO, dus Pedagogische Academie. Pedagogische Academie, ja. Afgestudeerd. Ja. Dus ik mocht voor de klas. Alleen in die tijd was het niet zo heel goed met de de werkgelegenheid in het onderwijs. Toen niet. Dat was onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Je solliciteerde en ik geloof dat je 50 mensen solliciteerde. Ja. Eentje kreeg de baan. Ja. Dat is nu wel een beetje andersom. Ja. Ja. Ik werkte in mijn vrije tijd in de horeca, in mijn studietijd. Ik werkte in Sneek bij Hotel Halenburg en Hotel de Wijnberg. En ik werkte in de Oude Schouw in Akkrum. Dus ik had een hele grote horeca-achtergrond. Ik kom uit een horeca-familie. Toen was ik klaar met school. Ja. En toen kwam ons voormalige familiehotel op de Schelling kwam vrij. Oh. En toen werd mijn vader gevraagd van, lijkt het jou leuk om dat hotel weer over te nemen? En welk hotel is NAP? NAP. Dat is aan de voet van de vuurtoren, midden op in West. Dat zullen mensen ook wel kennen hier. Ja, en toen zei mijn vader, dat wil ik wel, maar ik wil het niet alleen. Nou, jij bent klaar met school. Je hebt weinig kans op een baan op het ogenblik. Zullen we dat samen doen? Ik had een horecaachtergrond. Om een lang verhaal kort te maken, dat heb ik tot 2000 gedaan. Toen ben ik een evenementenbureau begonnen op de Schelling. Allerlei evenementen. Ja. Pressen, seminars, bedrijfsuitjes. Oerol ook nog. Oerol heb ik ook mee bemoeid. Ja, dat klopt. Heb ik ook in bestuur gezeten. Ja. En toen zijn we 12 jaar geleden naar Eilst verhuisd. Ja. Intussen was ik een marketingadviesbureau begonnen. Had ik klanten eigenlijk in dit gebied. Ja. En van daaruit ben ik hier terechtgekomen. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje vreemde. En intussen ook nog, toen ik hier kwam, ook nog een aantal jaren voor de klas gestaan. Omdat in Noordwijk en Sneek konden ze geen docent Nederlands krijgen. En ik had een bevoegdheid. Vroeg alsof ik daar ook een paar dagen per week les kon geven. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een waanzinnig leuke tijd gehad. Ja,
Dat zie ik helemaal. Echt heel leuk. Je praat ook zo mooi. Verhalend, ik kan me voorstellen. Ja. Leuke leraar altijd. Ja, nou, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel heel leuk. En ik had ook een hele fijne band met die kinderen. Gewoon, ja. Ik kom nu nog wel eens tegen en dan zit hé meneer, hoe is het? Want het blijft meneer, hè? Ja. En dat is echt een hele leuke... Bijzonder. Ja. Ja. En dat doe je nu niet meer? Nee, ik ben nu fulltime hier. Ja. In het museum. En, ja. En het leuke van deze functie is dat we werken met een heel klein team. We werken met eigenlijk 4 mensen die hier vastzitten, zeg maar. Ja. Een collega die doet communicatie en museumzaken, andere collega doet die administratie en de winkel en de ondersteuning van de vrijwilligers. Ja, dus we hebben 50 vrijwilligers. Ze zijn net even weg nu, maar of tenminste niet achter de balie, maar we werken hier met veel vrijwilligers. Ja. En nog een andere collega doet de educatie. En dat is het eigenlijk. En daarnaast hebben we een hele grote schil van bedrijven die voor ons werken. Ja. Ook op een vaste basis. Dus onze expositiesamensteller, onze ontwerpers. Hè. 2 jaar geleden hebben we hier het hele museum opnieuw ingericht en ingedeeld. En wat dat betreft worden wij ook wel eens gezien als een voorbeeld voor hoe je een modern museum opzet. Dat je een kleine vaste kern met een enorme schil eromheen. Verschillende cirkels. Ja, en het goede is en het leuke is ook van als je met zo'n enorme schil werkt, dat er ook mensen zijn die ook... Bijvoorbeeld voor andere musea werken, ook gerenommeerde musea. Die dan die kennis die ze daarop doen ook weer bij ons binnenbrengen. En heel veel mensen die zeggen ook, dat zie je ook, bij jullie zie je dat ook, dat hier echt over nagedacht is. En dat hier ook, jullie verleggen die grens ook constant voor jezelf. We hebben hiernaast nu, zijn we mee bezig, we hebben het pand erbij, ons buurpand erbij gekocht. Ja. En daar gaan we... volgend voorjaar een grote verbouwing mee doen. En die wordt vastgetrokken aan onze huidige zaal voor tijdelijke exposities. Waardoor we een 2 keer zo grote ruimte krijgen daarvoor. Zo. En de eerste expositie in september volgend jaar gaat die open. Ja. Is eentje van Henk Helmantel. De bekende Henk Helmantel. Ja, Groninger realist. Ja. Een fantastische schilder. Waar we nu ook al veel over de vloer komen. Oh, dat is wel bijzonder dat je zaad een andere kunstenaar aantrekt. Ja, nou... In de lijn van het werk van Jopie beetje? Ja, wat we doen, we pakken een thema van Jopie. Dat doen we nu ook al hoor, met onze tijdelijke exposities. We pakken een thema van Jopie, dus bijvoorbeeld de waterwereld. Dus de wateren rondom Workum. Dan pakken we een paar werken van Jopie, die hangen we daar neer. En daarnaast vragen we andere schilders die ook zoiets gedaan hebben. Of andere musea die werken in dezelfde sfeer hebben hangen. Of die hier ook komen exposeren. En zo ontstaat die expositie. En zo doen we dat ook met Helmantel. Dus we gaan Helmantel en Jopie gaven met elkaar vergelijken. En we gaan de verschillen uitlichten en overeenkomsten. Maar het wordt een Helmantel tentoonstelling. Ja, over vergelijken gesproken. Ik ga even nu een sprong maken naar de podcast van de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Ja. Die Jopie Huisman werd een beetje vergeleken. Ja, dat klinkt weer zo. Met Vincent van Gogh, hè? De Friese van Gogh werd hij wel eens genoemd. Zo. En ja, dat was een beetje uit commerciële gronden. Ze hadden wel overeenkomsten. Maar dat hij zo genoemd werd, dat was vooral omdat Van Gogh... uit Nuenen kwam. Want die Friese van Gogh, die Friese van Gogh, die is bedacht door mensen in Nuenen. En zoals jullie misschien weten, had Jopie een tentoonstelling in Nuenen. Ja. Waar deze drie schilderijen zijn gestolen, waar daar we nu op aflopen. Daar, dit is... Ja, en Vincent van Gogh heeft ook in Nuenen gewoond en gewerkt. Ja. En Jopie was heel erg vereerd dat hij daar mocht exposeren. Tijdens die expositie... In Nuenen, waar tegelijk ook een expositie van Jopie werd gehouden, zijn deze 3 schilderijen, nou dit zijn ze niet, dit zijn projecties, gestolen. En ze zijn nooit teruggevonden vanaf 1984, wel naar gezocht. En wij hebben vorig jaar, of 2 jaar geleden, hebben we de bekendste podcastmakers van Nederland, Simon Heijmans en Marian Oskam, bereid gevonden om naar die schilderijen te gaan zoeken en daar een podcast van te maken. Ja, en juist die podcast die is zo ongelooflijk beluisterd en in de prijzen gevallen. Klopt, daar hebben we de Dutch Podcast Awards mee gewonnen. Geweldig. Dit jaar, in oktober. Ja. En bovendien heeft die podcast... Nou ja, ik zou iedereen die hem nog niet heeft gehoord willen oproepen om het alsnog te doen. Want hij is echt fascinerend. Ja, ik heb hem laatst ook... Ja, hij is echt fascinerend. En het heeft ons ook veel gebracht. Veel nieuwe bezoekers ook. Vooral jongere bezoekers, dat wilden we ook. Want podcastluisteraars zijn toch wat... ligt iets jongere doelgroep als de traditionele museum. Ja. Dus vind ik ook heel erg. En dat hoort ook weer bij het museum. Dat we
En andere musea heb ik ook wel gehoord, die zijn er echt jaloers op dat wij weer voor zoiets kiezen. Ja. En niet voor het traditioneel wat iedereen doet met zijn marketing, maar want wij zien die podcast vooral als een soort marketing instrument. Dus dat wij ook weer voor iets kiezen wat eigenlijk weer anders dan anders is. En dat past bij Joopie Huisman Museum, past maar het past heel ook erg. Bij mij. Ja. Zou Joopie Huisman een vriend van jou geweest kunnen zijn? Ja, dat vind ik lastig. Ja, ik denk het wel. Ja, ik weet niet hoe, ik matig mezelf niet aan, zeg maar, het idee aan dat ik Joopie heel goed heb gekend of zo, maar ja, ik denk het wel. Ik denk wel, ja. hij was ook wel een beetje zo'n dwarsdenker. En ja. ik wil niet zeggen dat ik een dwarsdenker ben, maar ik zoek altijd de oplossingen, zoek ik niet per se in de doorsnee zaken. Ik probeer het altijd van de andere kant te belichten en te bekijken en ja. Nou ja. Want we proberen om die manier tot een oplossing te komen. En is wel eens vermoeiend voor mijn omgeving, hoor. Dan zeggen ze van nou, daar moet je even ophouden. Ja, precies. Hou even je mond. Kan het niet gewoon. Maar hij was ook een ontzettend gevoelsmens, hè? Ja, absoluut. En dat ben ik ook. Hij was heel, heel, heel erg verbonden met zijn hart of zo. Ja. Dat, tenminste, dat krijg je heel erg mee. Klopt. uit Klopt. Alle verhalen. Klopt. Hier. En ook hoe, ook in die podcast, op een gegeven moment hoe hij reageert op dat de werken gestolen zijn. Dat ja. Het hem zo raakt en dat Klopt. Het hem zo pijn doet. Ja. Nou, dat ontroerde mij heel erg. Ja, dat is terecht. Ja. Joopie zei ook altijd van mijn, wat ik maak zijn geen schilderijen, maar het zijn verhalen. Ja. En daarom proberen wij bij ons in het museum ook heel erg die verhalen te vertellen. Omdat, ja. Omdat juist datgene, dat is hetgeen wat Joopie onderscheidt van een andere schilder. Ja. We hebben die audiotour hier en dan hoor je Joopie echt vertellen over die verhalen. En, ja. Ik ben zelf eigenlijk ook wel een klein beetje verhalen vertellen, want dat is ook die link van Willem. Ja. Ik schrijf ook graag, ik blog graag en ik luister zelf ook graag naar podcasts en daar komen ook weer verhalen uit voort. En, precies. Ik zie dat mijn eigen leven ook een beetje een verhaal begint te worden. Klinkt een beetje eigenwijs, maar... Is het al tijd voor je memoires? Ja, nee, joh, gek, maar ik bedoel... Maar ik snap wat je maar ik snap, ja. Ik snap dat ja. Van Joopie, dat hij zegt ja. van nou ja, er is over altijd iets... Over alles is iets te vertellen. Ja. En juist die inspiratie van Joopie vinden wij zo interessant om die naar voren te brengen. Ja. Dus, mooi. Ja. Peter, dank je wel. Ja, tot je dienst. We zijn rond. Ja. Heel, heel mooi allemaal. En nou, ik wens je alle goeds. Dank je wel. Succes met het museum. Dankjewel. En laat er nog meer mensen komen. Ik hoop het. Jullie ook succes. Oké, tot ziens. Oké, tot ziens. Dag. Doeg.